schoffels en een tuinhuisje en harken. Ja, heb je dat allemaal? Vind jij mij veel eisend? Kleine man en de grootvader mogen niet naar buiten. Het liet wel dat tante Nelly er is. En het liet wel dat ze het kind van Hitke Dirke Geert heeft metnomen. Maar soms is het helemaal niet leuk met een man opzij. Helemaal niet als hij 14 dagen thuis is en dan weer 14 dagen weg is. En toen kreeg ik opeens last. Ik had een plan. En volgens mij was het wel een goed plan. Maar ook een beetje een plan waar wij risico's aan zaten. En eigenlijk mag het niet. En ik werd vastgebonden aan mijn handen en aan mijn voeten. Ik leek wel een schaap dat werd meegenomen. En ik werd op een kar gezet. Hier heb je een klein doosje en daar heb ik een haarlok in gedaan. Dan denk je misschien nog eens aan als je daar straks in dat verre, koude Spitsbergen bent. Morgen wordt het mooi weer, zegt Glibbert. Nou, en als Glibbert het zegt, dan is het zo. Dat is ook waarom de commandeur hem zo graag mee heeft. Want als Glibbert zegt, er komt wind, of de wind valt weg, dan weet de commandeur, werk aan de winkel, want hij heeft altijd gelijk. Tjeerd! Och, waar zit ik ook met mijn gedachten? Tjeerd is er niet. Och, hij is vissen. Ameland, bingo! Er was een Groningse boeren die moest terug naar zijn land om het koolzaad eraf te halen. En wij mochten een weekje in een huisje midden in de duinen in. Zie je dat? Daar staat met grote vette letters thuis. Je kan me geloven of niet. Die avond sprak hij met zijn drie dochters en hij zei, als ik als overwinnaar uit de strijd terugkom, dan wil ik voor jullie alle drie een geschenk meenemen. Kennen je me naar mij ook? Jouw niet eens? Nee, het is mijn vader. En hij is commandeur. En hij is een hele goede commandeur. En ook een rechtvaardige gezagvoerder. Heel in de verte had ik de stem van mijn oom Aipalovic gehoord. Wraak moet ze nemen op de zee. Wraak. Ja, mijn tante is ook een van de eersten die in de polder is gaan wonen. Zij was een pionier. Is nu ook een van de eersten die hier begraven gaan worden.